Flikkie, staan blijven! Ja, als jij daar blijft, kun je mee. Tanken zonder te betalen, dat mag natuurlijk niet. Gewoon lekker lopen. Achtervolging Roosveldlaan bij... Ja. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en wel een, ja, misschien wel een bijzondere video. Je kunt het op de beelden al aan de buitenkant zien. Het is sneeuw, heel veel sneeuw. Het is vandaag de zondag, de eerste dag dat de sneeuwstorm is zelfs, toch niet, Michael? Ja, ze zeggen het, de sneeuwstorm. Ik moet eerlijk zeggen, de storm valt wel mee volgens mij. Ja, ja, er is wel veel sneeuw vannacht gevallen, maar nu is het wel rustig volgens mij, qua sneeuwval. Maar ik verwacht eigenlijk dat het wel een beetje rustig blijft. Ik verwacht misschien wel wat meldingjes qua jeugd die naar auto's aan het gooien is met sneeuwballen. Daar mag misschien... dat niet dan? Nee, ja, dat mag niet, hè. Dat levert toch veel gevaar op. Voor mensen die schrikken, die gaan in één keer op de remmen, gaan maar glijden. De overlast, denk ik wel. En daar de overlast bij, ja. Ik verwacht eigenlijk daar nog wel een meldingje van dat daar misschien nog wel ergens een conflictje ontstaat. Maar voor de rest gaan we denk ik lekker ook genieten van het mooie winterweer. En de aanrijding. Ja. Ja, alleen heb ik wel het gevoel dat mensen wel voorzichtig rijden. Ja. Dus net naar het werk toe. Ik heb er een uur langer over gedaan en ik zag dat iedereen ook echt wel zijn tempo inhield. Behalve sommige mensen die dachten dat ze op het Formule 1 circuit waren nog steeds. Het is nu min 3,5 buiten. In de auto niet gelukkig. Ik heb een muts bij me, ik heb mijn handschoenen bij me. Thermokleding aan. Nou, Jan-Willem die gaat die koud krijgen. Ik ook niet, denk ik, want ik ga gewoon hard aan het werk. Oh, ja, is dat het. En we gaan het zien. Wat vinden we nou van het kenteken, Michael? Ja, we kunnen er niet zoveel van lezen. Ik zal hem gewoon even aanspreken. Verder niet hoor, geen bekeuring of weet ik veel. Want ik snap dat je sommige dingetjes niet altijd in de gaten hebt. Maar ja, het is wel handig dat hij even leesbaar is. Dus we gaan deze meneer even een stopteken geven. Hallo meneer, alles goed? Jazeker. Hey, dan heeft u alles heel mooi ruit vrijgemaakt, alleen uw kenteken nog niet. Dat was hem. Ja. Hey, dankjewel. Fijne dag, hè. Ja, goed. Waar zijn we nu? Ja, we staan nu even boven aan het bouwen. Even kijken voor wat mooie sfeerbeelden hier. Dus, er is nog best wel veel volk op straat, moet ik zeggen hoor. We zitten weer even in het voertuig. Het is best koud buiten en we stonden net boven de snelweg A12 hier bij Utrecht. En wat me eigenlijk wel opviel, is dat het toch nog besneeuwder was dan ik dacht. Ik dacht dat hebben ze redelijk vrijgemaakt, maar dat valt me nog een beetje tegen. Het is druk, vind ik nog best wel, op de snelweg. Het is drukker op de snelweg, het is druk op straat. Logisch, ook mensen maken een mooi dagje uit van de sneeuw. En qua meldingen is het eigenlijk voor ons hartstikke rustig. We hebben nu letterlijk, er kwam net één melding binnen, dat was wel een grappig verhaal. Een meneer tanken zonder te betalen, dat mag natuurlijk niet. Laat die is weggereden. Hoeveel? Ja, we hadden ze niet gevraagd hoeveel. Ja, raden jullie maar even voor hoeveel euro deze meneer heeft getankt. Dan komen we er later nog eventjes op terug. Het is inmiddels 2 uur, zijn ongeveer 1,5 uur verder. En we hebben onze eerste melding te pakken, om het zo maar even te noemen. We hebben een melding van ruzie in de woning. Oftewel huiselijk geweld noemen we dat ook wel. Tenminste, dat is vermoeden van. Dus we gaan die kant op. Zo snel als we kunnen, want we kunnen niet zo heel hard rijden uiteraard. Maar we gaan eens aanhoren en kijken wat daar exact aan de hand is. Ik denk dat hij vol eruit. Ja.
boos. Ik denk, de politie gaat waarschijnlijk ook komen, dus ik was al buiten. Nee, maar ik was gewoon super boos. En ik denk, ja, ik zag jullie al komen, ik denk, ik ga sowieso over. Maar je gaat nu naar je moeder toe, moet je ja. Dus ik denk, ja, ik verwelkom jullie toch nog maar heel even ja, voordat ik ga. Voordat je er vandoor gaat. Ja. Hey, dankjewel. Dank je wel. Rustig aan doen. Ik denk, ik vind het wel zo netjes. Ja, gaan we weer naar beneden. Ik ga met jullie mee. 21 Amershof, ook een melding van vervelio's met sneeuwballen. Ja. Die gooien naar fietsers, automobilisten en voetgangers. 4408, MD 4408 staat. 4408. Zouden jullie kunnen kijken op de hondsrug? Ik heb inmiddels in korte tijd 3 meldingen binnen van vervelende jeugd die mensen belaagt met sneeuwballen. Ja, we gaan even kijken hebben. Oké, je kunt natuurlijk horen op de porto. We krijgen nu een melding van, je zei in het begin van de video al een beetje overlast door sneeuwballen. En misschien dat sommigen van jullie denken, joh, wat stellen mensen eraan. Nou hoorde ik ook al dat collega's in een ander deel van Utrecht richting een station zijn, busstation, door sneeuwballen al ramen zijn ingegooid. Dus het heeft inderdaad echt wel overlast en zeker vernielingen. Wij krijgen nu inmiddels ook een. Maar we kwamen natuurlijk bij die melding van die ruzie van vandaan, mogelijke huisgeweld. En dat bleek uiteindelijk gelukkig eigenlijk allemaal mee te vallen. Het was een... dochter was geloof ik toch? Nee, het was een familielid. Familielid die daar was omdat ze ruzie had met haar moeder die weer ergens anders woont. Ja, dus er zat iets wel in de familiesfeer en er was wat geschreeuw heen en weer. Er was dus wel ruzie, maar niet sprake van dat het in die zin fout ging. Zij zit gewoon aan mensen geworden die tering dingen. Hoi man, kapper is mee, ga gewoon lekker lopen. Ja? Ik zag daar net twee jongens heel hard in die kant op lopen toen ze zagen dat je dit paardje inging. Oh, zo ja. Wordt een kat en muisspel worden, hè? Ja, precies. Die komen nou misschien wel waar uit. Ik ga wel even kijken, dankjewel. Zie je ze daar? Ja, ze zijn allemaal binnen. Welke kant op? Hier het parkje. Zo, dit zijn wel de helden van de dag, denk ik wel, of niet, Michael? Ja, een stelletje pubers die niks te doen hebben, blijkbaar. En die gaan dan sneeuwballen gooien op mensen die gewoon netjes een boodschap aan het doen zijn. Beetje jammer. Nou ja, het is inderdaad jammer dat ik even een sneeuwballenvecht houden, snap ik. Dat zou ik ook doen, zeker toen ik die leeftijd had. Alleen, wat hier nou heel vervelend is, er zijn gewoon mensen die gaan boodschappen doen, ook oudere mensen. En die worden gewoon bekogeld met sneeuwballen, terwijl ze daar niet op zitten te wachten. En als ze worden aangesproken op, krijgen ze een grote bek terug. En als de politie komt, gaan ze keihard wegrennen. Dus de echte helden van vandaag, zullen we zeggen, toch? Ja. Kansloze typetjes. Gaan lekker met elkaar sneeuwballen gevecht houden, dan is er niks aan de hand. Maar betrek daar geen mensen in die daar geen zin in hebben. Dus maak even een soepslag in de wijk. Maar Houd op. Houd op. Michael is ondertussen even bezig met de ruitenwissers opnieuw maken. Want we hebben enorm veel last dat de... ramen continu vies blijven, maar dat heeft te maken dat de ijs volgens mij op de rubbers van de ruitenwissers zitten. Dus Michael is even nog aan het kijken of we wat extra schoon kunnen maken. Is het gelukt? 42 koud? 42 maar het ijs vriest elke keer vast op die ruitenwissers, dus dat is een beetje een probleem. Maar ja, dan maken we ze af en toe even schoon. Is het nu weg? Is nu weg. We zijn inmiddels al even weer onderweg en we krijgen eigenlijk best wel veel meldingen van sneeuwoverlast, maar ook de grappige taferelen misschien ook wel. En deze meneer heeft denk ik of heel veel scheid, of hij wist misschien niet dat het ging sneeuwen, maar ik vind het toch dapper dat je op je brommetje in dit geval, ik zag vanmiddag ook wel een motorrijder, toch de weg op gaan.
Maar het gaat eigenlijk nog wel, als ik nu zie, nog wel soepel. Ja, ik denk dat hij zich nu ook een beetje opgehaast voelt door ons. Dat hij denkt, ja, de fiets is achter, ik moet doorrijden. Maar nu rijdt hij 15, dus dat is al een stukje sneller. Dat is een melding weer van jeugdoverlast. Ze zouden met sneeuwballen tegen de ramen gooien. De ramen die gingen er bijna uit. De melder heeft ervan gezegd. Toen werden die jongens alleen maar irritant en vervelender. In de omgeving gekeken, niks meer aangetroffen. De melder heeft geprobeerd om terug te bellen. Maar helaas is melding niet meer op. Dat houdt op. Kijk naar het voorraam. Oh, het is even een grijpje. Waarom denkt u dat we u aan de kant houden? Ja, het is sneeuw waarschijnlijk. Ja, wat vind je? Ik we zien. Dag, maar je krabber is goed op de kant. Maar, ja, maar ik kan dit op zijn minst nog even een beetje weghalen, toch? Dit kun je zelf met je hand gewoon weghalen. Dat heeft niks met je sneeuwkrabber te maken, man. Ja, maar man, dit is gewoon. Ik kun je er gewoon afgooien. Nu pas nu de auto warm is, maar. Nee, joh. Nee. Even je ramen schoonmaken, man. Ja? Dat is wel goed, toch? Nee, helemaal. Ook je zijraam, hè? En je achterraam. Yo! Oh. Het is heel leuk, maar het mag absoluut niet. Want het is gewoon gevaarlijk. Want mensen snappen niet dat er in één keer een hele rit van kinderen aan sleetjes achteraan komen. Iets meer moeite erin willen steken om nog een klein beetje van uw voorruit af te willen halen. Want als u nu gaat rijden, dan stuift alles juist uw voorruit op. Oh, ik moet hier alleen pakketjes wegbrengen en dan ga ik weer terug, maar ik haal het zo weg hoor. Gewoon even een zweepje, dan scheelt het voor jezelf weer. En ik heb hem. Yo, hoi hoi. Nee? Hoor ik net. Dat is altijd een goed plan. Wat was het dan? 4408 geworden. Ja, top. Dankjewel. Melding van een aantal jongeren die sneeuwballen bij een Chinees naar binnen aan het gooien waren. Maar die belanden allemaal in een frituurpan. Nou, ik weet niet of je ooit hebt gezien wat een frituurpan en water doet. Dat is niet een goede combinatie. Maar we hebben daar camera's hangen van cameratoezicht. En die zien niks. Dus een collega die in Burger rijdt, die gaat er nog even kijken. En we blijven hier. Ja, want we waren net eventjes aan het bureau, want we wilden een hapje eten. Toen kregen we deze melding om eruit te gaan. Maar nu kunnen we weer terug om toch nog even snel een hapje te eten. En verder rest op deze melding na is het heel rustig buiten gelukkig. En we zijn inmiddels weer op straat. En je kunt het zien, het is al een stuk donkerder geworden buiten. Het is inmiddels 7:15. En ja, het is een stuk rustiger op straat geworden. De collega's zijn nog bezig met een andere melding weer van overlast van sneeuwballen gooien. En wij gaan weer de wijk in. Die jongens hebben ons gezien, die gaan rennen.
Politie, staan blijven! Hier komen. Daar even heen. Ze komen naar mij toe. Ik heb ze haar staande. Twee personen staande. Wie ligt maatschappij? Alles rustig. Hebben we ze allemaal of loopt er nog wat rond daarover? Nou, het ging alleen maar om twee personen, zei u? Ja, maar dan wordt een melding bij ons gedaan. Doe even zijn uitnodiging. Ja, nee, we hebben twee man staande hier. Alles rustig. Ja, je gaat even het verkeerpas kijken of er iets te zien is. Ja, hier komt van weer de voet te begrijpen. En dan wordt een melding gemaakt. Die moet de kloppers in Delden. Mag even bij mijn collega, die gaat je even vieren. Hallo meneer. Hoi. Is er iets bij wat je niet bij mag hebben? Nee, ik heb niet meer. Zullen we even je jas een beetje open doen? Geen scherp voorwerpen waar ik... Nee, ik heb niet meer. Zeg wel vies. Nee, maar je bent je sleutels kwijt en dan ga je rennen omdat je... Wat je ons ziet. Nee, die ben ik er gewoon blijven staan. Oké, fijne avond hè. Tot ziens. Ja, het bleek toch niet controleerd. Voor mij was ze in het ingebroken en iedereen ook met gewonnen. Iedereen is er wel gestapt. Ja, wil hetzelfde doorgeven. Waren dat de juiste gasten? Ja, zeker weten, want ze stonden hier. En wij kwamen aanrijden. Alleen, wij wisten de precieze locatie nog niet. Ik parkeer hem daar wel. En op dat moment zeg je, hier, daar komen ze aanlopen. Nou, toen gingen ze rennen. Dus ik ben hierheen gerend, die weet deze kant op. Dus we sloten ze dek al in. Ja, en ze zeggen dat ze sleutels kwijt waren. Ja. Ze zaten aan koplopen volgens de melding. Je komt al een beetje horen. We kregen dus een melding van een mogelijk hete daad auto-inbraak. Getuigen zag vanuit de flats hier hoe twee heren bij een voertuig met zaklampjes bezig waren, met handschoentjes en dergelijke. En het OC, de meldkamer, was meerdere eenheden aan het positioneren. Alleen wij kwamen een beetje ongelukkig uit in die zin dat we precies op de hoek stonden waar die twee jongens... En de parkeerterrein afliepen en richting de straat en die zagen ons en die gingen eigenlijk gelijk daarop rennen. En Michael en ik allebei een kant opgenomen en we konden ze snel insluiten en ze bleven ook staan. Dat scheelt dan weer. In dit geval hebben ze dus verder gecontroleerd, maar daar niks aangetroffen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze nu blijven staan, dat ze toch waarschijnlijk wisten dat ze, ze aannamen, niks te verliezen hadden, om het zo maar te zeggen. Ja, ik denk dat samen met de getuige in dit geval ook, want die heeft kennelijk keihard naar beneden geroepen. Iets hebben kunnen voorkomen, tenminste dat voelt en dat lijkt zo aan alle kanten. We kijken nu nog voor de zekerheid even alle parkeerterreinen af. En natuurlijk gegevens van de heren. Want kijken of we misschien ergens nog iets van braak of schade zien, maar daar lijkt het nu niet op. Alles goed? Lekker. Mooi. Ja. Is er iets te meer lachen? Nou, ik zag dat jullie met drie man in een auto zitten, jongens. Dus ik wilde heel even horen of jullie allemaal bij elkaar horen. Qua familie. Nee. Oké, want dan mag het namelijk niet. Oké. Nog steeds anderhalve meter. Dus het verzoek is om dan uit elkaar te gaan en een andere plek te gaan pakken. Dus mag je ook tegen beide heren zeggen. Nee, want anders krijgt u van mij wel een bekeuring. Dus u mag nu allemaal gewoon even gaan, dan ga ik geen bekeuring uitschrijven. Het scheelt gewoon weer een bekeuringtje, maar ga dan wel even een andere plek pakken. Waarom kan je toegeven? Wat bekeuring?
Luister, doe even rustig, man. Die zak kent ons, jij komt ons hier weer lastigvallen. Doe eens rustig, man. Ja. Waarom zit je dek zo opgefokt te doen? Elke dag hetzelfde liedje pret, joh. Elke dag hetzelfde liedje? Hetzelfde liedje. Maar misschien moet je hier dan aan de regels houden. Ga je maar dat die zak net zit hier. Waar over ons. Ga je maar dat asbest. Als jij je aan de regels houdt, hoef jij niet te komen, toch? Hou me niet aan de regels. Oké. En heeft u mij leeg gemaakt asbest? Achtervolging Rooseveltlaan bij 380. Zo gaat er vandoor in verband met coronamaatregelen. Linksaf de Aurorilaan. Linksaf weer het hofje in. Zijn we linksaf het hofje Aurorilaan ingegaan? Is hier rondje, Mike? Ja, als jij daar blijft, JW. Ja, hij is achter de hofjes is hij doorgegaan. Ja, dat is 100%. Dus je kent de collega's ook wel. Hij wilde niet luisteren, dus ik heb hem lekker door laten rennen. Ik heb hem al aangegeven, maar kom dus, hij krijgt het terug op binnen. Ja, sop, dankjewel Jur. We zijn inmiddels weer aangekomen aan het bureau en we zijn aan het einde van onze dienst. Het is iets over 9 inmiddels, dus de avondklok buiten gaat nu in. Onze dienst zit erop. We hebben een beetje sneeuwdienst gehad om het zo te zeggen. Ja. Dus, we hadden aan het eind nog even die meneer. Dat was wel... Ik had hem niet helemaal zien aankomen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik dacht, nou, we spreken 4 jongens even aan. Van, joh, het is niet handig hoe jullie zitten. Michael was in gesprek met me. En eentje had alleen best wel een grote bek. Om het zo maar even kort uit te drukken. En ondanks dat ze hem dus gewoon wilden waarschuwen, bleef die grote bek hebben. Nou, toen wilde ik toch weten wie hij was. Legitimatie gevorderd en gevraagd. Toen ging hij rennen. Toen hebben we een soort korte achtervolging door de wijk gehad. Ja, deze meneer was wat sneller dan wij waren. Ik dacht ook van met al deze sneeuw de kans dat ik mijn weg ga is vrij groot. Maar uiteindelijk was het wel grappig. Aan de andere kant van de wijk kwam hij de wijkagent tegen. En die zei, hey, die noemde mijn naam, zeg maar. Ik kan die roepen natuurlijk. En die zei, joh, blijf nou staan. En die zei, nee, het ging even door. Toen zei de wijkagent, oké, ik weet wie je bent. Prima, joh. En nou, we hebben dus net even een aantal bekeuringen op zijn naam uitgeschreven. Met hulp van de wijkagent die hem herkende. En we hadden uiteindelijk ook de beelden. Dus dan was hij zo wel herkend. Dus als hij daar gewoon had gezegd. Joh, we gaan even door. Was niks aan de hand. En nu is hij een paar honderd euro armer. Zullen we maar zeggen. Dus dat was het. Einde van de dienst. Voor de van. Ja, rustig toch? Ja, dat was... ik had eigenlijk heel veel aanrijdings verwacht. Maar dat viel me nog mee. Je zei al, nee, het viel meevallen. Ja. Ik had wel gelijk wat dat betreft. Je had wel gelijk. Meldingen qua sneeuwgooi in de jeugd heel veel. Ja. Daar hebben wij ik denk een paar van gehad. Wel in dat opviel, wat jij zei, dat ik wel veel melding krijg van sneeuwbaloverlast. En ik dacht, sneeuwbaloverlast. Dat had wel meevallen. Maar inderdaad, er was door de hele straat echt wel veel meldingen van waarschijnlijk jeugd die dan sneeuwballen gooien naar omstanders die er niet op zitten wachten. Naar rijdende auto's. Ik heb zelfs gehoord dat ze karretjes op de weg zetten, zodat automobilisten moesten uitstappen. En dan werden bekogeld met sneeuwballen. En dat er heel veel op ramen gegooid is, waarbij er ook ramen van een bushokje zijn gegooid. En er is zelfs nog een melding geweest waarbij een jongen sneeuwbal aan het gooien was. Toen kwam er een andere jongen erbuiten. Die heeft hem in elkaar geslagen. En die is uiteindelijk nu ook in het ziekenhuis. En die moet daar voor de nacht voor allerlei controles blijven. Die verdachte daarvoor is aangehouden. En daar gaat morgen de recherche mee verder. Dus kan nagaan wat een beetje sneeuw toch misschien ook weer voor ellende kan veroorzaken. Niet alleen op de weg, maar ook met dit soort dingetjes. Dus dat viel me dan wel op. Ja, voor de rest komt er nu een melding met een man met een mes binnen. Waar is dat? Dat is helemaal aan de andere kant van Utrecht. En er gaan heel veel collega's van de late nacht nog heen. Dus wij gaan afronden. Bedankt jullie allemaal weer voor het kijken. Laat even een duimpje achter. Jij nog wat toe te voegen? Nee. Ben je stil? Ben je aan het woord staan? Ja, maar jij bent aan het praten. Ja, sorry. Dus ik wil er heen praten. Dat is een beetje onbeschoft, hè? Oké. Heb ik vroeger geleerd. Tot de volgende keer alweer. Later. Yo. We zouden nog eventjes op terugkomen. Ik plak deze iets verder in de video. Maar het bedrag is uiteindelijk geworden. Je mag het zeggen, Michael. 1 euro. 1 euro. Desniettemin is het nog wel gewoon steeds een diefstal. Dus verboden. Alleen wij zijn aan het uitzoeken naar het voertuig.